Ik ben Dien van Aalen en ik heb dyslexie. Dyslexie is een aangeboren leerstoornis. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelfs schrijven heel moeizaam. Dyslexie betekent letterlijk niet kunnen lezen. Ik heb ontdekt dat ik dyslexie heb toen ik 16 was. En het is via een leerkracht van me. Ze is naar me toegekomen en heeft me eerst gewoon rustig met me gesproken. Want ze wist niet hoe ze me moest benaderen. Want zij had het al lang door dat ik dyslexie heb. Maar ze wist niet hoe ze dat moest zeggen. Dus ze heeft me een keertje gewoon openlijk gezegd. En dat het geen probleem is. En heeft me ook verwezen naar mensen die me ermee kunnen helpen. In 2014 hebben ouders van kinderen met dyslexie het initiatief genomen om een dyslexievereniging op te richten, met als doel het behartigen van de belangen van opvoeders die kinderen hebben met dyslexie. De vereniging maakt zichzelf hard, dus naast het feit van een ouderenbelangenvereniging bestaan onze leden uit ouders, maar ook gewoon uit schoolleiders of organisaties die betrokken zijn met het vaststellen van leerstoornissen. En feitelijk maken wij ons hard dat we ervoor gaan zorg dragen dat de kinderen in het reguliere Surinaamse basisonderwijs gewoon mee kunnen gaan. Want dat kan. De kinderen hoeven helemaal niet naar het speciale onderwijs. Vaak hebben de kinderen gewoon een hele goede intelligentie, een hoge intelligentie. Dus die moeten in het reguliere onderwijs blijven. Maar daar moeten wat faciliteiten voor gecreëerd worden. En het moet herkend worden ook hè, in Suriname. En vervolgens kunnen die kinderen met wat begeleiding gewoon meegaan in het reguliere onderwijs. Dus het is heel belangrijk dat we ons hard maken om zeg maar, de faciliteiten te gaan creëren. Dat we de awareness gaan vergroten in Suriname. Dat het makkelijker wordt herkend en dat de kinderen niet door het leven gaan. Dat ze denken, ik kan het allemaal niet en ik ben dom. Maar niets is minder waar. Die kinderen zijn gewoon goed. Wat schoolprestatie betreft was ik altijd achter dan de rest van mijn klas. Het was helemaal geen leuke ervaring voor mij. Ik voelde alsof ik dan niet echt bijhoorde. Dus paste in mijn klas, want ik zag de rest van mijn klas echt gewoon veel verder dan mij en ik nog helemaal in het begin. De vereniging maakt zich hard om awareness te vergroten, bewustwording, dat het stukje signaleren een beetje vlotter gaat, dat we het gaan herkennen met z'n allen. En we willen dat doen middels het werven van fondsen, want daar is geld voor nodig, hè, voor al die programma's en awarenesscampagnes. Maar tevens willen wij ook in het onderwijssysteem verandering aanbrengen. We willen als de katalysator fungeren en daar met alle partijen die daar de voorzorg kunnen dragen. Dus nu met het ministerie van MINOF zitten we dan in een werkgroep, leerstoornissencommissie, waarmee we hier aan de slag gaan. Om die inrichting in orde te maken. Dat wil zeggen, een dyslexieprotocol moet er nu komen, en dat is al in de maak, in het Surinaamse basisonderwijs, dat het in wet wordt verankerd. Dyslexie is erfelijk. Dat wil zeggen dat als het in de familie voorkomt, kinderen een grote kans krijgen ermee geboren te worden. Ik heb meestal moeite met woorden, lezen zelf. Soms skip ik regels, ik verdraai woorden, ik vergeet letters, dat soort dingen. Iemand met dyslexie leeft gewoon zoals wij ook leven. In principe heeft het geen vergevorderde invloed op de normale gang van zaken. Wat wel zo is, dat een kind met dyslexie extra hard zijn best moet doen om vorderingen te maken in het lezen en het spellen. Dat betekent dat ze meer moeten oefenen dan andere kinderen. Dat het wat stroever gaat en dat ze meer leeskilometers moeten maken, zoals we dat in vaktermen zeggen. Dus meer moeten oefenen met lezen en spellen. Maar verder is er in principe geen enkele beperking. Een kind met dyslexie kan alles worden wat hij of zij wil, zelfs schrijver. Sinds ik heb ontdekt dat ik dyslexie heb, is eigenlijk wel alles wat makkelijker geworden. Ik heb dan hulp gekregen met hoe ik moet lezen of bepaalde oefeningen gekregen dat ik wat me kunnen helpen. Ik heb oefeningen gehad die me helpen spellen en dat heeft me wel helpen bevorderen in het lezen. Ook krijg ik dan op
kreeg ik op school. Ja, ook kreeg ik op school vergrootwerkjes en meer tijd. En dat hielp me echt, want ik, op school maakte ik bijna nooit een rapwerk af. Ik was altijd op de helft of nog niet eens begonnen. Dus dat ik meer tijd kreeg, dat heeft me echt geholpen. Als je niet weet hoe je te werk moet gaan met zo'n kind, kun je dat kind behoorlijk gaan frustreren. Want alleen maar oefenen is het niet. Het is op een bepaalde manier gaan oefenen met dat kind. En het is helemaal niet zo ingewikkeld, helemaal niet moeilijk. Maar je moet het wel even leren met elkaar. Hè. Dat is een bepaalde systematiek. Hoe je die kinderen die klankherkenning kan laten onthouden uiteindelijk, end of the day. Dean is afgestudeerd van het Atheneum als B-student en is werkzaam als directieassistent bij Fabi. Ook Jean-Baar is zelf ouder van een zoon met dyslexie, welke vastgesteld was toen hij 7 jaar was. Hij is nu 15 jaar en zit op de middelbare school met een S-pakket. Maar de leerkracht zelf toentertijd heeft dat nooit herkend. Gaandeweg ontdek je, het gaat maar moeilijk. Rekenen heel goed en alle andere vakken goed. Maar dan gaat het bij spellingfout, dicté, diepe onvoldoendes, een 1, een 2, nooit hoger dan die 3. En oefenen en niet begrijpen waarom dat niet lukt. Ja, ook als ouder had ik het nog niet door. En toen zat hij al in de 3e klas lagere school, dat we echt aan de bel trekken en hulp inroepen en een specialist naar hem laten kijken, een orthopedagoog. En toen is vastgesteld, vlak voor zijn 8e verjaardag, dat hij dyslexie had. Dus mijn kind die heeft gewoon meegedaan in het reguliere onderwijs toen het ontdekte. Had moeite, we hebben heel hard gewerkt. 2 jaren heel hard met hem moeten werken. En toen ging het goed. Toen kwam het los, dat lezen. En toen begon hij lezen zelf ook leuker te vinden. Was niet meer een probleem en geen drempel meer. Op 12 april heeft de Dyslexievereniging Suriname een bijeenkomst over leesproblematiek in Suriname. Van belang bij kinderen met dyslexie is het zo vroeg mogelijk ontdekken. Hoe eerder het wordt ontdekt, hoe eerder kan worden gestart met een gerichte aanpak van de lees- en spellingsproblemen. Dit vergroot de kans op succes voor zo'n kind om makkelijk mee te gaan in het reguliere onderwijs. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.